Goedemorgen lieve kijkertjes van de vlog. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en vandaag is het zaterdag 31 augustus, de allerlaatste dag vakantie voor de mensen die in het middelbaar naar school gaan liever. Jullie gaan bijna beginnen, het is bijna 1 september, dus bijna tijd om richting school te gaan voor jullie. Dus veel succes aan de mensen die in het middelbaar zitten en die nog naar school moeten gaan. Ik heb nog een stukje vakantie, want ik begin pas te werken op 1 oktober. En daarom ga ik het er vandaag even met Nolwen van pakken. Wij gaan vandaag voor de allereerste keer naar Leuven. Voor de allereerste keer samen. Ik ben wel al in Leuven geweest, maar gewoon even met de fiets vlug iets gaan drinken. En een keer gepasseerd of zo. Maar eigenlijk heb ik daar nooit echt geweest om een keer te rond te kijken. Een keer te zien hoe dat daar aan toe gaat. En Nolwen ook eigenlijk niet. We gaan altijd vaak naar Gent, Aalst, Antwerpen, Brussel. Brugge hebben we ook al eens gedaan. Dat is natuurlijk al iets verder, dus vandaar dat we dat minder doen. Maar Leuven, eigenlijk hebben we dat nog nooit gedaan. Dus we dachten vandaag een mooie dag. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, dus we dachten, we gaan een keer naar Leuven gaan. Alles is super, nice dat jullie erbij zijn. Vergeet alvast niet te liken, te abonneren. Ik ga even nog mijn fiets van achter wegzetten, want morgen ga ik even een ritje gaan doen. En ik moet natuurlijk ook nog blijven sporten. Maar als dat allemaal weg staat, kan Nolwen in de auto stappen en dan kunnen we richting Leuven vertrekken. Let's go, ik kijk ernaar uit. Dames en heren, in Leuven heb je gratis pendelbussen, dus we zijn geblest. Let's go. Vlotte trip gehad. En zie je zo mooi zo rijdt. Even een rondje draaien, Nolwen. In de parking met een mooie achtergrond. Sheesh. We zijn klaar om Leuven te ontdekken. Het is ondertussen wel al 11:15, dus we gaan direct iets gaan eten. En dan hopelijk kunnen we weer iets vinden. Nolwen wilde ook brownies gaan eten straks, dus het zal een calorierijk dagje worden vandaag. Oh. Kijk, guys, ik heb mijn wimpers gedaan. Oh ja. Nolwen heeft haar wimpers gedaan, dus nu mag ze niet wassen, dus nu is ze heel stinky. Mag mij gewoon binnen 20 uur wassen. Ja, maar waar is de bus? Vanaf 14 uur mag ik mij weer wassen. Ja. Bon, waar is die bus? Geen idee. We gaan nu een bus vinden. Let's go. Eerste keer Japan zien, mijn naam. Hoi, joh. Yes. Wat heb jij? Miso soep. Met pork. En ik heb chicken. Een bowl. We gaan eens proeven. Smakelijk. Yo, wat een gigantisch gebouw is dat hier, mijn jongen. Weet jij wat dat is? Ja, dus luister. Oké, dat was dan het weetje van Noor. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat dat het stadhuis is. Nee, dat is een kerk waar vroeger alle monniken naar binnen gingen. Alleen naar rijken. Dus en elke monnik zit op de muur. Zijn dat monniken? Monniken met ridderskostuum? Ja, dat zijn monniken. In een ridderskostuum? Ja. Ze deden het dubbele werk. Ook Sinterklaas dat erop zit. Want hij is ook daar geweest. Is Sinterklaas ook een monnik? Ja. Je wist dat niet. Sphinx-info trouwens. Dus ik ook het stadhuis. Ik zal het nu een beeld laten zien. Dat is crazy, man. It's a big ass building. Trouwens, wat vond je van het eten? Even een review. Lekker. Maar die van Brussel is lekker. Oké, goed. Wij gaan verder Leuven verkennen. Let's go. Mevrouw moest plassen, dus wat doen we dan? Koffie gaan halen. En dit krijgen. Wat is dat? Mijn pollen zijn vuil. Chocolat. Als ik stage, die heb ik al zelf gemaakt. Echt? Kan je even vasthouden, dan kan ik mijn rugzak aan doen. Dance break. Dames en heren, en dan zijn we nu terechtgekomen in een winkel voor een brownie. Een lekkere koek. Miami. En Nolwen, welke versie heb jij? Chocolade. Oh, je hebt een chocolade, nog chocolade brownie. Ja, jongens. En een iced tea'tje en een fantatje. En Nolwen gaat hier beginnen kleuren. Oh nee, dat is niet goed. Straks het eindresultaat. Nee, ik denk dat ik klaar ben. Oh ja, wat heb je gekocht, Nolwen? Een truitje. Een truitje. Ik moet wel zeggen, Leuven is wel echt een gezellige stad. Hè? Ja. Ik vind het echt een heel aangename stad om in te lopen. Zo, het enige ding is, de winkeltjes zijn zo'n beetje verspreid. Maar voor de rest was het wel echt aangenaam. Het was wel redelijk druk. Ik denk dat er iets te doen was vandaag. Nee, het is koopweekend of zoiets. Ja, koopweekend en... En er was kermis, er was markt, dus er waren veel dingen te doen.
Maar ja, het maakt het wel zo gezellig. Ik moet zeggen, als je zo hier rondwandelt, het is echt een heel andere vibe dan in Gent. Want in Gent heb je zo wel het schattige centrum, zeg maar je hebt het gevoel dat als je hier zo wat rondwandelt, dan heb je ook daar rond ook nog schattige huisjes. Dus dat is wel tof en proper ook, vind ik wel. Dus, toch? Ja. Ja? Alleen waar dat wij zijn. Inderdaad, maar we zijn zo aan random plaatsen gewoon rond gaan kijken, dus dat was wel tof. En binnenkort is hier ook het WK Gravel, dus voor de wielerfanaten onder ons in mijn kanaal. Het is hier binnenkort het WK Gravel. Volgend jaar doe ik mee, is goed? Nee, zo goed ben ik niet fietsen. Ja, op een gravelfiets. Nee, ik ben niet zo technisch. Wat lief? Het zou leuk zijn als je een gravelfiets had. Oh, maar goed toevallig. Wat? Misschien is er een sponsor. Voor een gravelfiets. Willen jullie mij een gravelfiets sponsoren? Dat kan zeker. Laat maar weten via info@loranmaas.be. En wie weet doen we volgend jaar mee met het WK Gravel voor de U23. En Nolwenn ook. Nee. Bij de vrouwen. Nee. Zo schattig. Nu zijn we terug onderweg naar de parking. En we gaan straks even naar de Decathlon. Voor een fietsboek voor Nolwenn. Nee. Ja, zo leuk. Wat doe je nou? Straks gaat hij ineens open. Hij schat weer, ga naar omhoog. Ah, shit. Ah, dat is voor die dinges. Naar omhoog te trekken. Die sluizen. Ja, ga maar naar niks. Het is daar afgesloten, hè. Dat, hè. Ja, straks maak ik die sluizen open. Maar die sluis is al open. Ik denk dat je daar gewoon los kunt roeren, maar kijk eens hoe mooi ze is, dames en heren. En ze is grappig vandaag. 2-1. Well, ik ben altijd grappig, als ik geen. Ah, vandaag hebben we grappige Nolwenn. Wie gaan we morgen hebben? Dat is een verrassing voor morgen. 2 euro. Vlug! 2 euro, liefje. Maar ze is gratuit, hè? I get this just for you. Oké, ladies et gentlemen. Nous allons à la maison. Want het is nog wel even rijden en dan zullen we zeker thuis zijn. Yep. Nolwenn, Nolwenn. Random dance break. Dames en heren, aangekomen thuis. Dan is het tijd voor vlogjes te editen. Oei, ik sta wel gelijk veel aan. Ik ga mij nog een beetje opschuiven, hè. Yeah. Dames en heren, dit was dan de dag voor vandaag. Morgen ga ik fietsen en lopen, intervaltraining en dan even fietsen. Het gaat super warm worden, dus ik ga op tijd vertrekken. Merci om te kijken naar de vlog. Morgen ben ik er weer bij een gloednieuwe vlog. En dan editen morgen voor de rest. Want nu is er niet meer van komen. Maar morgen zie ik jullie weer in een gloednieuwe vlog om 6 uur. Merci om te kijken. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.